straatnaamborden. Sommige hebben een bijzondere betekenis. Zo ook de twee kopieën die Stadspartij DNF afgelopen zondag uitreikte aan de delegatie van de 82nd Airborne Division. Als je zulke straatnamen wil gaan veranderen of gaan benoemen, dan moet je altijd overleggen met nazaten en met andere belanghebbenden. En via Johan van Asten, die daar heel veel contacten heeft, en Tim Ruijling van de Sunset March, zijn wij in contact gekomen met de 82e Airborne Divisie en met de nazaten van generaal James Gavin. En door die contacten is het eigenlijk ook ontstaan dat we afgelopen weekend samen met de 82e Airborne Divisie de Sunset March hebben gelopen. Dat is die hele mooie mars die onder leiding van de Sunset March-organisatie iedere dag wordt gehouden. En aan het einde van de mars hebben we aan de 82e Airborne Divisie de straatnaamborden aangeboden. De borden krijgen uiteindelijk een plekje in Fort Bragg, de thuisbasis van de divisie. Het verleden mag tenslotte nooit vergeten worden. Weet je, als stadspartij hebben wij de historie, de ziel van onze stad, heel hoog op onze agenda staan. En ja, wat is dan, daar past uiteindelijk die hele historie rond het oorlogsverleden en de bevrijding ook bij. En dat moet je eren, dat moet je een plek geven in je stad. Daarom vinden wij dat zo belangrijk. Volg ons online via Facebook @AltijdN1, op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.